I love you, I told you I do. It's all I've ever felt, I've never felt so well. I've had the heart now from Dublin to Paris. Zo mooi, we zijn in Disneyland. Never on me. Hey guys, how are you doing? You. And you. Why are you still awake? What are you doing at night? We are a refugee. Are you a refugee? Yeah, and we also sleep in the street. You sleep in the street? Yeah. Really? Yeah. Where are you from? From Palestine. From Palestine? Yes. Yeah. Okay. You are so young. Yeah. Both. How old are you guys? I'm 24. 24? 23. Yeah. Why did you, I mean, maybe the answer is pretty logical, but why did you leave Palestine? Because of the war. Yeah. Yeah. And my friends killed that yesterday. Your friends were killed yesterday? You can see there. His age, 23 Fuck. Years old. Yeah. Fuck. Yeah. Israel killed him. The next him. You feel unsafe in Palestine? Yeah, we don't feel safe in Palestine. No. Don't safe in my home. Was your friend, was he in the army or fighting? No. No? Just he's walking to back to the home, him home, okay? And just Israel killed him. How about your families? They are still in Palestine? Yeah, in Palestine. Yeah? Yeah. But are you afraid that they will get hurt? Or? Yeah, I'm so afraid, yeah. But why aren't they leaving? Yeah, mm-hmm. Because that I want to get my family here. Mm-hmm. Also, and I don't know, we are in the street. War here and war here. Yeah. I don't know. You feel that you're at war here as well? Yeah, this I am. Because I am 45 days, I am staying in the street. Just wait. All Belgium don't have sleep in 2,000 people. 2,000 people? 2,000 people in Brussels. In the street, he's in big problem. I can't stay this. What is your goal now? Like, what are you going to try to get a job or a house? What is the next step now? We don't have. I ask a lot of people here, I want working. Just tell me, no, you can't. You don't have a paper. I don't come here and destroy this in country good and people good. Yeah. I'm come here, just you need safe. Not anything. Only safety is important. Just safe. Give me safe. Yeah. I give you my heart. But you're not allowed to work and you don't have a house, you don't have a camp, nothing. Yeah, just go live in the street. Well, all the best to you guys. Thank you. Thank you for your time. I'm just walking. Bonjour, bonne nuit, bonsoir, goeie avond. Hallo. Hallo, ben je boodschappen aan het doen? Ja, dat lijkt het op. Ik ben verrassingspakketjes aan het maken. Verrassingspakketjes? Ja, die ik straks... Sinterklaas vroeger dit jaar. Ja, Sinterklaas met de baard van de kerstman. Om uit te delen dat ik zo meteen uitdeel aan de daklozen. Oh. Dat doen wij wekelijks. Het zijn er best veel, hoor ik. Daklozen? Ja. Ja, duizenden. Bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, 3-4 weken geleden vroegen nog 10 graden 's nachts. Ja. En er liepen tientallen blootvloeds rond. Oei. Op sandalen. Ja. Dus ja, dan moet je niet vragen wat de noden zijn. Hè? En dan zijn wij erbij gegaan naar Marokkaanse schoenwinkels, ook hele lieve mensen. Ze zeggen, ja, voor de daklozen mogen ze gaan voor 10. Ja, oh ja. Dus iedereen draagt zijn steentje bij. Hè? Ja, maar wie betaalt dat dan? Ja, betalen, weet je wat het is? Ik heb een bedrijf en we hebben heel goede contacten met leveranciers. Die komen ook persoonlijk uit een slechte situatie van het verleden, want eerlijk gezegd ben ik zelf dakloos geweest. Je bent dakloos geweest? Ja, op mijn 15 jaar heeft mijn stiefvader mij het huis uitgekegeld. Ben ik naar Zuid-Europa gegaan, omdat ik mij van bewust was dat hier de kwaliteit van de weersomstandigheden niet zo interessant was in de winter. En dan heb ik daar dus enkele jaren rondgezworven als dakloze, zal ik maar zeggen. Als klein jongetje eigenlijk nog. Ja, inderdaad. Als ik dat nu bekijk, een jongen of een meisje van 15 jaar, geloof ik bijna zelf niet dat het gebeurd is. Maar ik heb plaatsen meegemaakt in boerderijen dat ik dan verkost en inwoon werkte. Maar dan kreeg jij als gast, tussen haakjes, dus de dakloze zal ik maar zeggen, kreeg voorrang op de familie. Ja. Dat is toch ontroerend. En dus sta jij hier met je auto vol met boodschappen om een verschil te maken?
hier. Dan verschil te maken. Ja, dat is het wel. Niet zo bescheiden. Nee, dat is het toch? Een kleinigheidje. Ik bedoel, dat... je zorgt er wel voor dat iedereen, dat elke dakloze hier hoogstpersoonlijk diabetes krijgt. Die cola. Ja. Maar wat doe je overdag dan, als ik vragen mag? Ik heb een bedrijfje. Een soort tuincentrum, zal ik maar zeggen. Oh ja. Dat is nu wel een bekend en een lucratief bedrijf. Dus ja, dat is ook een van de zaken van, ja, waar het over gaat. Dat je dus de koek moet delen. Hè? Ja. Tussen haakjes, ik kan geen twee steaks eten op een avond. Hè? Dat lijkt wel zo. Beetje self-made man ben je, Mark. Ja, dat kan niet anders. Hè, want... Ik ben maar tot mijn 15 naar school geweest. Dus. Mag ik een stukje met je meelopen? Ja, natuurlijk. Far, far away. Out amongst the stars. Dan ga je naar je werk, stap je in de auto en dan laat je het vol. Ja, inderdaad. Maar het is ook gewoon een hobby, hè, Raven? Oh, het is ook een hobby? Ja, ik voel me er eigenlijk gewoon goed bij. Ah, dat vind ik wel mooi eigenlijk. Je wordt er gewoon gelukkig van. Dus dit is dan zo'n stukje waar mensen uit het tentenkamp een beetje naartoe gespoeld zijn of zo? Ja, dat zijn over heel de stad verspreid, hè? Ja. En de politie die houdt het ook allemaal in de gaten. Ja, dat wordt allemaal snel ontruimd. Want natuurlijk, er is een beeld van de samenleving die je wilt laten zien. Ja. Want eigenlijk laat je zien dat je eigenlijk niet slaagt in het sociale project. Hè. Daar komt het op neer. Hè. Ja, in hulp bieden. Hello. Thank you. Thank you. Bye-bye. Totdat de politiek ze helpt, kan jij ze in ieder geval een klein beetje ondersteunen. Ja, ik ben ook maar een heel klein verhaaltje. Maar een samenleving is veel krachtiger dan de organisatie van die samenleving. En een samenleving kan veel sneller anticiperen. Ja. Wij hoeven niet te vergaderen. Wij kunnen een zakje nemen en een paar spulletjes steken en met de mensen gaan praten. Dat duurt 5 minuten. Ja, maar ja, jij zegt dat het is maar, jij bent maar een klein verhaaltje, maar ik vind het toch wel een heel groot verhaal hoor, Mark. Ja, dat is lief dat u dat zegt. Maar er zijn miljoenen mensen die in België, Nederland, overal, die met die verhaaltjes bezig zijn. Ja, dat is toch hartstikke mooi? Dat is mooi. Nou dan. Maar meer mag altijd. Oké. Okay. Ik stem voor meer. Oké. Okay. Goed je even te ontmoeten. Ja, dat was aangenaam. Ja, toch wel? Ja. Oké, okay. Goed. Volgende keer zal ik een bloemetje voor je meenemen. Bedankt. Succes, hè. Niet alles zelf opeten, hè?